Drang Bang, een nieuwe Drang Bang. Ja, ik dacht, Drang Bang Drang, Doku. Drang, Drang, Drang. Een nieuwe Doku Kings inderdaad. Is iets met Drang, 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 met iets met... Nee, met, ik wou eerst Rabarber, Rabarber zeggen. Want ik dacht van, ja, wat slaat dat nou weer op? Ja, dat is Melles, Game Kings Melles, oud regisseur, die zei dat altijd van, ja, praat even in. En als je ook moet lipzinken, ja, in de achtergrond, nou, niet lipzinken, maar wanneer je dus in een film... in de achtergrond zit, yeah, praat je natuurlijk niet echt. Nee. Je dan, dat is, ja, dus je doet dat. En dus wat dan het meest natuurlijk overkomt, is de hele tijd rabarber, 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 ja, rabarber. 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 Dat is, ja. Want dan schijnt je mond, dus je zegt dan niet van, godverdomme, weet je, dan, dat zie je heel duidelijk wat het is. Dus als je rabarber zegt, dan kan niemand precies lezen of zien wat het is. Rabarber, rabarber dus. Een nieuwe Doku Kings, want daar gaat het om. 7 documentaires heb ik voor Jelle uitgezocht. En via Jelle gaat het dan weer naar jullie toe. Je weet het, Jelle... Via de ballotage. Gaat de ballotage doen. Nou ja, goed, ik ga gewoon lekker beginnen. Want je weet het, ik kan er geen pijl op trekken wat Jelle wel of niet leuk vindt. Dat klopt. We beginnen met sport. Oh, zeg waarschijnlijk Jelle. Niet. Ja. Nee, dit... Ik denk dat je hier wel wat leuke dingen in gaat zitten. Dit heet Untold. Dat zijn zeg maar Untold Stories. Dus dat zijn stories achter een verhaal. Staat op Netflix. Er staan er ook heel veel verschillende van. Ja, niet alleen maar over sport. Je weet het. Daar zitten een aantal verhalen in. Ik dacht eerst, ik ga het uitleggen. Maar het lijkt me veel handiger om gewoon even naar de trailer te kijken. En daarna zal ik wat meer erover vertellen. Some people have control over their emotions. I don't. I was trying to find any way to escape. I want the story out there. Like, what happened? Go frame by frame. There you see Jenner now. Shows tremendous speed. Christine Martin. I spent my entire life hiding. I didn't want people to know me and know who I was. Daddy bought his son his own hockey team. I'm the president of the Danbury Trashers and I'm 17 years old. He had the backing of organized crime. She is the professional boxer. He is the trainer. He's controlling everything. Inside that ring, you're on my territory. I'm about to play the greatest player of all time. And then all of a sudden, the whole weight of the stress just came flooding in. Boom. It turned out there was something bigger going on underneath. A fight broke out between the Pacer team and the fans in the stands. People were trying to hurt me and others. There was a full-scale riot. He said, if you leave, I'll kill you. I said, do what you have to do. 911, what is your emergency? Her name is Christy Martin. We were the scum of the earth to the purists of the hockey world. We were driving these people crazy. You're making a mockery of the league. This was the largest investigation I've ever been a part of. I'm never talking about this shit again. I might get beaten, but you cannot kill me. A man accused of using mob influence. He's playing one of the biggest matches of his career. I was Olympic champion, greatest athlete in the world. But I was still the same old person with all the same old issues. Ja, ja, gewoon verhalen, mooie verhalen. Het is allemaal uurtje tot anderhalf uur. Daar hou ik wel van. Geen uitgesponnen dingen. En het zijn... Nee. Ik vind het interessante verhaal. Ik heb er nu een paar gekeken. Ik heb die Malice in the Palace. Het is niet Malice in the Palace, maar in ieder geval dat gevecht. Dat is een hele... tussen de Pistons en de Pacers. Dat is een heel bekend verhaal. Waar een enorm brawl stond. Spelers gingen echt het publiek in. Ja, ik zag het. Goed matten. Ja, dat was goed een goede matpartij. En het hele verhaal was dat deze... Het waren allemaal zwarte jongens. Dat zeg je tegenwoordig goed, hè? Zwarte jongens, ja. Ja, ja, zwarte ik zou jongens. Zelf zeggen donkere jongens. Ja, donkere jongens. Die gingen het publiek in en iedereen viel erover. Het waren gangsters, weet je wel. Dat is gangstergedrag. En nu hebben ze frame voor frame hebben ze gezien wat is er allemaal gebeurd. En dan zie je gewoon, ze worden constant uitgedaagd. Ja. En ze nemen het voor elkaar op. Nou, en door wie worden ze geprovoceerd? Zit daar iets achter?
Ja, nou, er is een haat en nijd tussen die twee teams. Het waren gewoon de teams, gewoon de hooliganessen. Ja, nee, ja, die teams die mochten elkaar totaal niet. Dus er werd een fout gemaakt en dat was vrij onsportieve fout. En op dat moment zie je dat het publiek een beetje aan... Die ene jongen die gaat liggen op de scheidsrechtertafel, wat ook niet helemaal oké is. En iemand ziet, je ziet dus inderdaad frame by frame dat iemand een fles gooit. Ja. En die fles raakt zijn hoofd. En als dat niet was gebeurd, was hij gewoon op het veld gebleven. Maar daardoor, en die andere twee jongens hebben zoiets, oké, dat is mijn vriend, mijn buddy. Tuurlijk. Ja. Je helpt elkaar. En ja, dan gaat het helemaal los. Ja. En het ding is, met ijshockey gebeurt dat wekelijks. Maar dat zijn blanke mannen. En dat is cool. Ja. En als het drie donkere jongens zijn, hebben we een probleem. Want het is gangstergedrag. Nou, dat, het verhaal achter Jenner. Het verhaal... Nou, kijk, nu wordt dat zo gezien. En toen was dat natuurlijk anders. Maar sowieso is het natuurlijk hoe dat überhaupt... Ze zijn bizar hard gestraft. Ten opzichte van anderen. Dus ik hou altijd van dat soort verhalen terughalen van een paar jaar terug of 10 jaar terug. Maar dat is dan een soort van debakel. Ik zie dingen met een bokser en een team, een ijshockeyteam, mob money. Ja, dat is niet de hoogste league, maar dat was echt, zijn vader was een grote maffiabaas en hij had zijn eigen team, maar dat waren ook alleen maar brawlers en met geld gefund van de maffia. En dat, ja, die verhalen die gonsten altijd wel en nu worden ze gewoon een keer in een documentaire gezet. En ja, ik vind dat altijd hele hapklaar lekkere brokken om gewoon even te nemen. Dit is natuurlijk wel weer onwijs een Netflix grandeur die er omheen zit, maar dit zijn dan wel toffe verhalen. Het zijn leuke verhalen. En niet uitgemolken. Niet uitgemolken, 5 stuks en volgens mij gaat dit een serie worden en komen over een jaar. Ja, volgens mij zijn er al meerdere seasons van, dacht ik, dat dat Untold, of misschien haal ik het nu door elkaar met andere, bijvoorbeeld muziek serie, documentaire series, ook op Netflix, maar volgens mij zijn die Untold stories, zijn er meer. Kijk, ik ben het met jou eens hoor, ik vind het ook niet allemaal even tof en het gaat om elkaar lijken, het is uitgesponnen, maar dat real crime genre is dus een van de populairste genres op dit soort servers. Ja, mensen vreten dit gewoon allemaal, dus ja, dan maken ze het. Als we het dan toch hebben over real crime, dit is voor mij de beste Nederlandse documentaire van, een van de beste documentaires die ik ooit gezien heb. Het heet Foute Vrienden en ik heb geprobeerd, er is een nieuw deel gemaakt, 10 jaar terug volgens mij, of 25 jaar Foute Vrienden. Ik weet het niet hoe dat is. Het heet nu 25 jaar Foute Vrienden. Hij heeft ze 25 jaar lang gevolgd. Ja. Er is nu een nieuwe documentaire inderdaad van, maar die heeft geen beeldmateriaal. Die heeft geen beeldmateriaal. Uitgezonden nog volgens mij. Dus om even in de sfeer te komen, hebben we gewoon even een stuk gepakt uit de aflevering die nu dus gewoon bij de NPO, je kunt ze gewoon alle drie bekijken, gratis. De oude documentaire? Nee, de nieuwe. Ook, die 25 jaar, die staat nu bij de NPO online. Oh, die kun je gewoon volgens nu bekijken. Mij hebben we daar niet beelden van, toch? Volgens mij zat dit erin. Oh. Want er worden ook oude beelden in teruggehaald. Okay. Dus, maar goed, en anders even komt het uit de oude, die ook, dat is de echte die we kennen, Foute Vrienden. Ja. En dat is dus volgens mij een documentaire van 10 jaar oud. Dus toen was hij al 15 jaar ook aan het volgen. Ja, zeker. Laten we even kijken naar het stukje beeld. Doet, ondervindt ook hij problemen om aan zijn geld te komen. Hé, hey, met Jantje. Hoi. Wat is er nou allemaal aan de hand met jou? Jawel. Want je bent een vuil vieze kankerlei, ben je? Want je neemt mij in de maling. Ja. Want ik heb net die papieren gezien daar, weet je. Aan de overkant, dat je al 3200 zoveel gulden hebt die vorige week al gehad. En je laat mij laat je lekker de kanker genieten, zeg maar, denk je wel. Zo zit het in elkaar. Nee, ja. Wat dan nee? Nee, dat heb je helemaal niet gehad. Je hebt 3255 gulden heb je gehad. Er staat op factuur en er staat op contract, staat hier al, heb ik gezien. Die heb je cash uit zijn zak heb je dat gehad. Dus wie neemt wie nou in de maling? Jij neemt mij in de maling. Ja, Gerard. Nee, ik hoef niet na te denken. Nee. Ik weet het niet. Je breekt die af, die vuil vieze kankerlei, lafa. Vieser ik dat niet is. We maken er niet fucken, weet je. Want we gaan mij niet fucken, man. Nee. Dan ben ik zo gek, dan ben ik zo agressief, word ik dan. Mm. Vieser ik kankerlei. Papieren gezien, alles heb je betaald gehad. Nee, Jantje, ik heb geen geld gehad. Dit is inderdaad Jantje van Amsterdam. En dan heb je nog Bolle
John, die is inmiddels volgens mij dood. Rode Ton heb je inderdaad van het liedje Harspillen en Hoeren, geloof ik, of zoiets. Heeft dat een liedje? Ja, nee, hij is muzikant nu. Ah, zo. Ja, nee. En dan heb je er nog, en dan ben ik de naam even kwijt, en die is altijd op de vlucht. Voortvluchtig. Die zegt dat hij geliquideerd wordt, dus die blijft nergens langer. En ja, het is een hele rauwe, eerlijke... Het is heel Hollands ook. Dit is een Hollandse manier van... Dit is een hele Hollandse manier van... Er wordt niks gefilterd of mooi gemaakt. Het is gewoon bam, uit een camera. En op een of andere manier... Ja, ze vertrouwen... Het is ook echt een vriend van hun. Ja. Die hun ook steeds helpt met geld als ze in de put zitten. Dus hij laat ze alles laten zien. Zelfs als ze dingen jatten. En nu zijn ze 50 jaar verder. En ze zijn oud. Ze zitten echt tegen de 70 aan. En ze zijn echt... Ja, het gaat niet goed met ze. De Rode Ton wel. Die ziet er nog appetijtelijk uit. Maar Jantje is een wrak. En die andere gast ook. En dan zie je in één keer van... het zijn echt Amsterdamse criminelen. Het is heel raar om te zeggen, maar je hebt heimwee. Als je de huidige criminaliteit ziet met dat grove geweld. Ja, ik wil het zeggen. Het is echte criminelen. Ja, het is iemand. Het zijn mensen. En dat zag je ook. Dat zie je ook aan. Ik heb alleen de eerste gezien. Dus Foute Vrienden. En niet 25 jaar Foute Vrienden. Hoe noem je dat? Het is niet inderdaad soort van... Dit is wel hier en daar hardcore crime. Maar het zijn vooral dus... Het zijn mensen met... Dus mensen zonder baan. Hè, een reguliere baan. Ja. Maar die gewoon geld verdienen door clandestine dingen. Ik weet niet precies. Ja, je hebt het ook in sommige dorpen en wat dan ook. Heb je precies van die familie staat bekend om hun... Weet ik veel, niet crime, weet je, niet letterlijk dat ze afpersen en dit en dat. Maar inderdaad, ze hebben een side business en iedereen weet het, alleen ze worden er nooit op gepakt. Nee, sommige mensen hebben gewoon niet een legaal job, zonder dat ze hardcore soort van criminelen zijn. Nee, maar het blijven mensen. Het zijn ouderwetse criminelen. Dat vroeger, de Rode Tom en dikke neus. Heet dat niet penose dan gewoon? Ja, penose inderdaad. En dit is een beetje... Het zijn hosselaars, weet je. Dan jatten ze een keer weer wat. En dan een oud ijzer een beetje. Dat, en dan is een grammetje coke hier. En precies. Een vechtpartijtje. En ja, kijk, een handje zit een beetje los. Want het zijn natuurlijk gewoon een beetje tokkies van... Jantje bijvoorbeeld heeft met zijn vrouw. En dat gaat maar door, weet je. Dan slaat hij het ziekenhuis weer in. En dan houden ze weer van elkaar. En nou, hier in dit gedeelte is zij dus dement aan het worden. En zegt zij weer dat hij haar gewurgd heeft. Dan moet hij 1,5 jaar de bak voor in. En zo. Toch komt hij weer bij haar terug. En het is... Waar bij de eerste gedeelte, toen ze nog een beetje fit waren, was het lollig. Nou, het was meer een soort van... Je zag heel erg een menselijke kant aan mensen die iets illegaals voor hun werk doen. En dat was er ergens wel heel charmant aan. Zeg ja, maar. Precies. Het was het eigenlijk ook. Ja, wel het is een beetje rock'n'roll of zo. Je wil er geen ruzie mee hebben, maar je kan prima met ze aan de bar in Amsterdam ergens een keer een biertje drinken. Weet je? Dat is een beetje wat ik eruit haal. Ik heb ook nog in Haarlem, we hebben ook nog 1 of 2 van dat soort... Weet je wel, dat zijn nog die ouderwetse cafés. Ja. Met van die kleedjes op dingen waar mensen nog pijpjes bier drinken. Ja. Nou, dat soort shit. En nu zijn ze eigenlijk allemaal een beetje afgedaan en oud. En dan zie je in één keer van dan hebben ze nog steeds niet. Ze hebben geen pensioen, dus ze moeten nog steeds hosselen. Ja. Maar ja, ze zijn fysiek niet meer sterk genoeg om zich in die wereld staande te houden. Ja, en dan wordt het best wel triestig. Ja, en, alleenig. Maar wel ook weer gewoon heel eerlijk. Ja. En dat vind ik... Ja, omdat die documentairemaker... Die kent ze gewoon heel goed. Dus dat is het inderdaad echt knap gemaakt. Ja. En heel mooi om te zien. Alles kan je op YouTube zien. Ze staan er allemaal op. Oh, deze ook? Ja, de nieuwe ook. Ja. De oude dus ook. En die is dat is echt een hele vette documentaire. Ja, dus, en hilarisch ook echt. Ja, vlagen. Gaat gewoon, de kankers vliegen echt dat, om. Alsof je denkt dat Gamekings inderdaad dat vaak gebruikt. Zeiden dat in de jaren 90 al. Dus ja. Ja, en ook gewoon de simpliciteit van hoe die mensen denken. Dan denk je ook van jeetje mina. Maar dan denk je, eigenlijk is het ook wel niet zo stom dat je zo denkt. Zo gewoon, dus vaak, hoe noem je dat? Logisch. Gewoon een soort A1 en 1 is 2. Dus had ze, weet je, dat zonder dingen overdenken, leven, moeilijk maken. Het leven is heel puur. Waarbij, er is bij hun, het heeft eigenlijk allemaal te maken met intelligentie. Ze hebben wel intelligentie, maar dat is straatintelligentie. Maar de sociale intelligentie is bij hun, het staat aan of het staat uit. En er zit geen middeltje in om bijvoorbeeld als ze emoties hebben of agressie, om dat even te temperen. Meteen bam gas. Gas geven. En dat levert gewoon hele primaire situaties op die
van afstand hartstikke leuk om te zien zijn. Maar ja, ik bedoel, ja, je ziet ook de dochters ook allemaal. Al die dochters zijn ook allemaal misbruikt. En ja, je komt daar heel moeilijk uit zo'n familie. Als je zo aan de onderkant van de samenleving staat. Maar knap dat ook dat respect voor die mensen dat zich zo laten zien. En gaat kijken. Vind ik echt heel erg tof. Zeker. Ja. De volgende documentaire die gaat over The Violin. Als je een topviolist bent of violiste, ja, dan heb je dus over het algemeen een Stradivarius viool. En die zijn pleurisduur. Nu hebben we het over een man die wil voor zijn favoriete violiste, en dat is een Nederlands violiste die ook echt wereldberoemd is, de perfecte viool maken. En die neemt je mee over, ja, die moet dan een bepaald soort boom hebben. En die staat dan weer ergens in Bosnië in gevaarlijk terrein met maffia. Maar hij moet die boom. Ja, een vet verhaal. Dus dit is de quest for Tonewood. My name is Gaspar Borchardt. My whole adult life I have lived and worked as a violin maker in Cremona, in Italy. The only way to build an extraordinary instrument is to build it specifically for an extraordinary violinist. And my dream is to make a violin for you, Janine. Really? So what I really need is extremely good wood. A tree of the kind Stradivari used. But you're looking for the tree, and do you know where it is? I'm searching for very, very nice maple. English, speak a little. I'm searching for Javor Drvo. We cannot help you. We cannot cut it. How many years do you think it should wait? 300 years. First of all, that's a war country. Some of the people you're dealing with are dangerous. I'm searching a very nice maple. Problem. For the right price, it can be done. We'd be talking about $35,000. Are those people that would kill for that? So welcome, my friend, to Bosnia. I feel 20 years younger. He understands your quest, and you should be very careful. We'll see what destiny brings. We must leave as soon as possible, yeah, because what we want to do is pretty much illegal. Mm. Motherfucking tree. You helped me to lower the price. Sure, everything is negotiable. I had no idea it was such a journey. My God. You fuck it up. I feel bad. You see Gaspar? Yeah. This is minefields. The tree that you wanted, my friend, I think you will never see it again. Dear Janine, I know that there is a tree somewhere waiting for me. I feel it. Ja, ja, het is gewoon weer bizar. Insane cool. Dit wil ik echt heel graag zien. Want ten eerste vind ik muziek leuk, maar een esdoorn is niet een hele ongewone boom. Die heb je hier ook. Maar het moet dus blijkbaar 400-500 jaar oud zijn of zo. Ja, omdat hij dan waarschijnlijk dik genoeg is om gewoon de hele body ervan te maken. Zo'n viooltje. Ja, de body. Het soort van natuurlijk één. En waarschijnlijk, ik wist niet eens trouwens dat het ja, is het uitgehold? Volgens mij zijn het alsnog platen of zo. Maar het gaat waarschijnlijk om de toon. Ik denk dat de doorleefdheid van het hout, dat het dan pas echt goed klinkt of zo. Ja, ik heb ook misschien van anders, omdat het droger is of wat dan ook. Ja. Maar dat hij dan toevallig ook daar, weet je, moet zijn inderdaad. En zo, ik had zoiets van, zo gevaarlijk is het in Bosnië nu toch ook niet, weet je. Dat kan je gewoon op vakantie en shit. Ja, maar niet alle gebieden kan je zomaar in. Ik bedoel, het is natuurlijk van mensen. En ik weet niet, misschien is het beschermd. Ja, dat is het denk ik eerder niet. Inderdaad. Dat het gewoon dat stuk land van iemand is. Ja. Natuurlijk moet je niet ergens illegaal een boom. Ik kan me niet voorstellen dat als je gewoon genoeg telefoontjes pleegt, dat je wel ergens een esdoorn van 400 jaar kan vinden. Ja. Met goede vochtigheid. Ja. En gewoon zegt van, hey, gelukkig, wat kost een boom kappen? 35.000 euro? Of ging dat om iemand om? Ik snapte er helemaal niks van. Nee, nou, ik weet het ook niet. Ik bedoel, voor 2000 euro kon mijn broertje wel die boom wegrammen, hoor. Dat, kijk daarom. Die ding, kijk, als het allemaal zo makkelijk zou zijn, dan zou het geen leuke documentaire zijn. Dit nee, is wel, ja, maar het gaat dus om. Ja, ja. Nee, ik ben super geïnteresseerd. Nee, ik vond het ook heel interessant. Waar is die te vinden? Ook op Netflix. Vet. Volgens mij. Ja, gaan we wel, ja, naar de volgende documentaire. En die vind ik interessant, omdat het alles te maken heeft met wat we de afgelopen weken natuurlijk gezien hebben in Afghanistan. Waarin gewoon Amerika is weggegaan. En dat hele land was, geloof ik, binnen een scheet was het Taliban country. En ja, hebben we 20 jaar, of we, is er 20 jaar lang eigenlijk
voor niks iets gedaan. Het heeft allemaal te maken natuurlijk weer met 9-11. En waarom zitten die landen daar? Wat is er allemaal achter? Nou goed, logisch dat daar dus allerlei documentaires van komen. En een van de betere is Turning Point 9-11 and the War on Terror. It was a beautiful fall morning. There was the loudest noise I had ever heard. And it got dark. Pieces of this story continue to come together. I've never seen anything like this. I whispered into the president's ear, America is under attack. I am convinced military action will not prevent acts of terrorism. Oh, we know where they're shooting from! Keep moving, keep moving! There's before 9/11 and there's after 9/11. In the 1990s, we were fixated on a new world order that would spread democracy throughout the world. 9/11 brought war home. It made America afraid. The NSA said, take as much data as we can. This was the electronic version of an unauthorized government raid on your house. The United States had to punish those responsible for these attacks. There was no higher mission than finding Osama bin Laden. The perpetrators of terrorism only understand the use of force. They knew all along these major problems that were going to prevent us from winning. No one even like really mentions 9/11 anymore. And that to me, that's the whole reason that I'm over here. Any power without constraint always leads to abuse. September 11th changed the world. Let's think through our actions today so that this does not spiral out of control. Ja, ja, het is meer echt als je houdt van die historie en wil begrijpen ja, hoe 9/11 tot al die ellende heeft geleid die we nu hebben en hoe dat allemaal misbruikt is en gebruikt is voor allerlei politieke zaken. Op een rijtje gezet, goed geïnformeerd, beetje Netflix-achtig. Ja. Beetje... En komt het van één kant of wordt het verhaal van meerdere kanten? Nee, het is wel. Nee, het gaat echt uit van waarom wij zo doen, het Westen. Dus niet. Ja, waarom niet, we zo niet, doen. Niet de andere kant, inderdaad. Daar is gewoon veel moeilijker toegang toe om daar de middelen, de beelden van te krijgen. Er zijn natuurlijk heel veel complottheorieën omheen, waarvan je niet weet welke er wel. Daar gaan ze niet zo over in. Het gaat niet specifiek wat om er oud 9/11. En weer open is. Nee, het gaat puur over van 9/11 heeft gezorgd voor dit. Welke beleid is daarop gevoerd? Ja, precies. En ja, hoe komen we hier überhaupt nog ooit uit? Heeft het tot wat geleid? Nou, je ziet het. Het is eigenlijk een grote puinbak geworden. Hopelijk leren we daar weer van, maar ben bang van niet. Nee. Volgende is, nou ja goed, helaas, Jelle had die al een beetje gezien. Maar we hebben natuurlijk ooit een documentaire gehad. Ik hou van documentaires over dieren, als het leuke dieren zijn. Want ik hou niet van dierenleed. Dat ging ook over straathonden. En dit zijn ook weer straathonden in Istanbul. En wat ik hier dan weer zo mooi aan vind, is van, hoe maak je dit? Want ja het zijn dus fucking straathonden. Die kan je al überhaupt niet trimmen. Nee, of trainen. En het moet zoveel geduld hebben. Je moet gewoon een jaar meelopen met de honden. Ja. Ja, maar ze nemen ook best wel van close op. Maar ja, ik vind het een heel leuk beeld ook weer. Die honden zijn... Ja, ik weet niet of het zielig zijn. Ik bedoel, 20 jaar geleden was het zielig. En inmiddels hebben ze ook, doordat er veel toeristen zijn, hebben ze in Turkije, Griekenland allemaal een beleid van... Precies, ja. Straathonden worden niet afgemaakt meer. Die worden gevoerd. Dat zie je ook in al die parken. Dus ze zijn wat minder zielig geworden. Ja, en deze beesten doen gewoon hun ding. Ja. Het zijn volgens mij drie. Laten we even kijken. Trailer van Stray. Sağlam.
Günlük yaşayan bir insan hayatı çok zor. Ja, je ziet altijd het verschil tussen een Europese documentaire en Amerikaans. Hier zit nauwelijks verhaal in. Het is gewoon beeld. Ja. En het heel rustig. Je kan dit kijken en dan ja. Je ziet prachtige beelden. En ja, ik hou er wel van. Ik vind het precies. Dus ik ben er nu ook op mee op letten. Los Reyes, die staat nog steeds nergens op internet. Waar we het vorige keer over die twee honden in het skatepark. En dit staat er inderdaad, dit staat wel online. Het is wel apart dat dus mensen... harder gaan op dat hele druk dan dat hele verstilde anderhalf uur kijken naar een paar honden zonder al te veel uitleg. Er zit ook geen. Ja, je gaat dus zelf, dat is ook een beetje, daarom vind ik dit misschien ook wel zo leuk, net als hoe ik dat heb in games. Je gaat ineens zelf dan verhalen erbij verzinnen waar ze vandaan komen, wat ze ervoor hebben gedaan. Weet je, hoe sommige mensen die honden wel leuk vinden, sommige mensen niet. Ja. En dat is natuurlijk ook, die stad is gewoon echt prachtig. En je hebt ook volgens mij, hebben we het er wel eens hierin over gehad, dat we het hadden over de Stray Cats. Of dan was dat iemand gewoon die ik ken die daar is geweest. Die gewoon heel veel foto's en filmpjes zelf heeft genomen en dat heeft laten zien. Maar ik dacht dat ik daar ook een keer wat over had gezien. Maar het knap hiervan vind ik dat zo'n film... Je hebt heel veel film over zwerfdieren. En over het algemeen is het werkt het terecht vaak ook. Want het is niet leuk op je emotie. Namelijk, je gaat je de kut doorvoelen, weet je wel. En deze... doet dat niet. Deze laat niet de ongetwijfeld ook nare kanten van dat bestaan daar zien. Maar vooral dat die honden gewoon eigenlijk vrij zijn en doen wat ze willen. En wie weet misschien ook wel vrijer zijn dan de honden die hier aan de lijn of driehoog in Amsterdam boven moeten blijven. Zeker omdat de weten. En dat vind ik ook wel mooi. Van dit is wat honden zijn. Het zijn gewoon eigenzinnige beesten. Weet je, en deze veel van die honden zijn ook, weet je, die zijn, nou ja, ze zijn niet dun bijvoorbeeld. Dus ze hebben genoeg te vreten. Ze kunnen genoeg vinden. Ze zullen ook over het algemeen, ja, niet elke hond is natuurlijk gezond, maar ze zien er gezond uit. En ik kan ze zo thuis, sommige ervan, want ze staan niet eens. Ze zien er in ieder geval niet per se heel fel uit en wat dan ook. Dus, nee, want op het moment dat ze mensen aanvallen, worden ze over het algemeen wel ingeslapen. Maar er is nu wel het beleid daar dat ze ook gevoerd worden in die parken. Ja, maar dus ook de katten en wat dan ook. Ja. Ook die katten inderdaad. En ja, kijk, als je ziek bent, dat is dan weer het leven. Ja, dus, dan ga je dood. Recht van de sterkste. De honden die kruipen dan gewoon weg ergens in een donker plek en dan sterven ze. Dus je wordt er niet zo mee geconfronteerd. Dus ik vond het een leuke documentaire. Ja. De volgende is vrij heavy. Het is een documentaire over Val Kilmer. Een fantastische, wat mij betreft, hele goede acteur. Ik vind een paar hele mooie films heeft hij gemaakt. Speelt hij in. Heel wisselvallig ook vooral eigenlijk wel hoor. Maar... Ja, het schijnt nogal een aparte gast te zijn geweest. En hij heeft throat cancer gehad. En dit gaat erover. Aan het eind zie je hem ook. Hij is een beetje aan de zelfkant van de maatschappij terechtgekomen. Best wel pijnlijk. Er zit een hoop rancune ook bij hem wel in. En het is een hele harde, pittige, realistische documentaire. Vanuit hemzelf ook. Heel eerlijk. Maar laten we even kijken naar de trailer van Val. Hi, my name's Val. I don't do this with every interview I go on. Take you inside my home. I don't. But I'm going to. My name is Val Kilmer. I'm an actor. I've lived a magical life. And I've captured quite a bit of it. Yeah, push the button! I was the first guy I knew to own a video camera. Here we are, filming ourselves. Is that a video camera? It's rolling, yeah. Oh, that's really cool, Val. I have thousands of hours of videotapes and film reels that I've shot throughout my life and career. Shut the video camera off. I will keep it on until we're rehearsing. Oh, bam! I was recently diagnosed with throat cancer. I'm still recovering, and it is difficult to talk and to be understood. But I want to tell my story more than ever. I spent decades finding my voice. I was a perfectly normal person. Through characters. I give you about four takes with some different voices. Through movies. One of the things they buy for all that money, your life for a period of time. I have behaved poorly. All white, all brown, all women. I have behaved bravely. Bizarrely to some. How do you heal a broken heart? I see myself as a sensitive,
intelligent human being, but with the soul of a clown. I've tried to see the world as the one to survive. It's a story about my life, but it's also not my life. Hoezo is niet zijn leven ook? Ja. Omdat hij geleefd wordt of zo. Ja, ik heb de helft ongeveer gekeken. Omdat het is gewoon, ja, het is gewoon niet leuk om de aftakeling van iemand te zien. En hij heeft er ook moeite mee. Ik bedoel, ja, zijn stem was zijn ding natuurlijk. Hè. Daar, ja. Hij acteerde dan mee. Maar het is gewoon, ja. Hij heeft ook wel gevoelens dat hij dingen niet goed heeft gedaan. Hij was een beetje rebels. Hij zit ook in een hele categorie van gasten die allemaal, volgens mij is er ook eentje bij die dood is gegaan. Hoe heet hij nou? Die jongen die zelfmoord heeft gepleegd toen. Echt zo'n groep van River talent. Phoenix. Ja, die ja. Al die gasten hebben een beetje dat Johnny Depp. Hoe heet hij nou? God, hij is met Madonna getrouwd geweest. Guy Ritchie. Nee, daarvoor. Weet ik niet. Nou goed, anyway, het is een generatie van acteurs ja, die allemaal... Net niet de Brad Pack, want je hebt de Brad Pack en zij zijn volgens mij net niet de Brad Pack. Beetje maar drugs, nieuwe rock'n'roll, beetje zelfkant en daar zat hij ook bij. Dus ja, en hij was altijd heel rebels. Hij liet, ja, als hij iets niet tof vond, zei hij dat. Maar ook wel heel erg weird en artsy, zie ik ineens. Dat wist ik helemaal niet, omdat hij soort van altijd zo, weet je, op de behind the scenes aan het filmen is en zo. Ja, nee, hij heeft ontzettend veel materiaal. En ik vond bijvoorbeeld The Doors, vind ik, een van de weinige toffe films over muziek. Want ik vind hem daar heel goed in heel gespeeld. Goed, ja, maar het is ook de speling image natuurlijk van Jim Morrison. Dat sowieso. Dus, waarschijnlijk is die film gemaakt omdat Val Kilmer zo lijkt op Jim Morrison. Het zou best kunnen inderdaad. Ja, en, maar het is een vet film, ja. Ja, het is gewoon hartstikke mooi. Of tenminste, ja, het is gewoon heel ingrijpend, aangrijpend om zoiets te zien. En het is ook een manier van het documentaire maken. Namelijk zelf. Het gaat echt over zichzelf. Het gaat echt over zichzelf, ja. En hij regisseert het zelf. En hij laat zich ook echt, geeft zichzelf bloot. Dus dat, ja, kijk, ja, acteren is ook, het is 50% ja, dat weet je natuurlijk ook nooit. 50% de andere kant. Ja. Je kan ook prima toffe dingen doen zonder stem natuurlijk. Ja. Dat lijkt me heel rustig. Nou. Maar ja, nee, dat is waar inderdaad. Ja. Je gaat gewoon andere dingen verzinnen die dan tof zijn. Dat, geen vrolijke dat documentaire vindt. In dat. Nee. Dus, dat kan dus wel. Ik hoop dat hij iets vindt waardoor hij waarvoor hij ook vindt dat hij zijn stem niet meer nodig heeft. Nee. Weet ik niet. Ik heb hem nog niet helemaal afgekeken. Dus wie weet komt dat aan het eind een soort van Amerikaans. Ja. Of hij krijgt hem terug. Ik weet dat hij nog steeds in retreat is. Dus hij is nog steeds aan het herstellen. Hij wil wel weer terugkomen. Maar het is wel heftig hoor, keelkanker. Dus. De laatste, die heb ik ook weer speciaal voor jou uitgezocht. Althans speciaal voor jou toen ik hem zag. Toen dacht ik, wow, shit, dit gaat Jelle wel vet vinden. Omdat jij heel erg houdt van avontuur en op plekken komen waar je iets avontuurlijk kan doen. Dit gaat over een man begon te kajakken en toen voor het eerst is met een groep gasten een soort van wat je met skaters hebt, weet je, die hebben zo'n groepje en die maken dan films van. Nou, hij deed dit ook, hij heeft daar een Emmy mee gewonnen. Volgens krijgt hij een tumor in zijn hoofd, kwaadaardig. Nou, dat wordt dan bestraald of dat wordt dan eerst geopereerd en dan blijft er een stukje over en dan kan hij eigenlijk niet zoveel meer met die kajak. Dan op een gegeven moment wil hij toch weer wat gaan doen. Krijgt hij een MRI, hoort hij dat die tumor vergroot is en eigenlijk moet hij geopereerd worden. En dan haalt altijd een droom dat in Tibet vanuit de Himalaya komen vier rivieren naar beneden. En dat zijn echt krankzinnig woeste rivieren. Ik wist niet eens dat het zo heftig was. Ik heb op eentje ook gekajakt. Niet letterlijk op die rivier, maar ook, ik heb ook natuurlijk in Nepal heb ik toen geraft. En dat of niet gekajakt, geraft. En dat is natuurlijk ook wel een van de zijrivieren van een van die wildste ooit. Hij heeft er drie gedaan en hij wil die vierde doen, want dan is hij de eerste man ter wereld die vier heeft gedaan. En dan zegt hij op een gegeven moment tegen zijn vrouw, fuck it, ik ga niet die operatie doen. Ik kies voor dat, want dat is wat ik wil. Dat is mijn droom. En dan zegt zijn vrouw, prima, doe dat, maar dan ben ik weg. Dus hij maakt een hele radicale keuze. Dat verhaal dat wordt verteld in deze documentaire vind ik eigenlijk niet zo interessant. Die beelden is waanzinnig. En eigenlijk als je voor die beelden gaat van die rivieren, skip gewoon de eerste helft. Dat is een hele hoop geleuter hoe ze allemaal zijn bij elkaar zijn gekomen. Bladibladib. Maar op het eind dan gaat het helemaal los. Ik weet niet. Eerst dacht ik van dit wil ik ook. En toen dacht ik van nee, dit moet ik niet doen. Want ik ga gewoon hartstikke dood. Ja, ja. Dit heet The River Runner. Is gewoon op Netflix te zien. When you're standing on top of a rapid, you still know that even though you've done all of this work to prepare for that one moment, that it could still all go wrong.
Every sport has its time. Scott, I mean, you are, we said, a world-class kayaker. All it takes is one person to change it. The sport wouldn't be where it's at today if it wasn't for him and all his crew that were on another level. Scott, you're 30 now, so what's the next big adventure? There's a place in western Tibet, it's called Mount Kailash, and there are four rivers that come from this one peak, and they flow in the four cardinal directions, and that would be completing the four biggest rivers in the Himalayas. In my mind, it was kind of like as high as you can go in the sport. The direction became, I'm just gonna get myself in the best shape to run all four rivers. And then that year, that was the seventh person that had drowned. It just became brutal. That's when things, I think, really became way more serious for Scott. I'd lost too many friends. It was easy to be a dick about it. He had it pretty rough growing up. I think that all kind of put a chip on his shoulder. None of us knew how to cope. The only way we knew how to release it was to send a bender. You can't operate at that level forever. You got to have an inner fire. And the second that it becomes unstable, it becomes dangerous. I could tell something was up with my brother. When I would flip over, I was starting to lose spatial awareness. Like I didn't know where I was at. And then I kind of just black out. That was the beginning of it all. Got the call. I went to my niece. Probably one of the worst moments of my life. They explained what it is that he would need to go through. Then Scott was like, F it. The one thing I was hanging on to the most was the Indus. That was the fourth and final river. He was wanting to try on kayaking again, and nothing would come in the way. I was not only physically healing, but I was mentally and spiritually healing. And I was looking towards a bunch of 20-something-year-old kids to get me back in shape. In the back of my head, I was like, man, has this guy still got it? He might not have the full life expectancy that, you know, we all hope he would have. I knew I was about to run the scariest rapid of my life, and it was all in my head. Oh. Ja, het is heel abrupt einde. En Nom, het grappige is, bedoel ik, toen ik de aankondiging van die serie zag, het is één aflevering, toen dacht ik van, nou, ik ga heel veel mooie beelden zien. Daarom zei ik al, skip het eerste deel een beetje, want het gaat heel erg over zijn tumor en dit en dat en zielig. Maar die beelden, en misschien ga ik ook op zoek naar die, hij heeft gewoon films gemaakt, puur van het kajakken. Ja. Maar wat een natuurgeweld is dat dan, jongen. Waanzinnig. Het dak van de wereld, daar dondert natuurlijk heel wat water vanaf. Fucking hell, man. Ja. Ik weet niet, ik durf wel veel, maar of ik dat zou durven. Ja, je moet er wel echt van weten hoe je moet kajakken. Ja, ik heb dus op een subrivier van een subrivier van een subrivier heb ik gewoon in zo'n raft gezeten. Dus dat is natuurlijk gewoon de tourist level. En dat is al lekker werk, hoor. Ja. Dit is full on insanity. Maar ook in die Pakistan, man. Alle kleuren die er zijn, is gewoon grijs. Bruinig. Het is gewoon geen andere kleur. Ja, maar het is force. Je balanceert op natuurgeweld. Weet je? Dat is het ding. En je zal maar net in een ding komen. En heb je natuurlijk genoeg technieken om het eruit te komen. Nou, je hebt gaten. Als je, dus blijkbaar, het gaat steil naar beneden. En daarin zetten dan gaten. En als je daarin komt, dan word je er gewoon ingezet. Dan kom je er eigenlijk niet meer uit. Nee, precies. Daar verdwijnen dus heel veel van die gasten. Van die groep zijn er 7 dood. Een hele mooie documentaire. Ik raad hem je echt aan. Ja, misschien even een beetje. Ik had beetje hem gezien, inderdaad, zien staan. Maar ik had hem nog niet aangezet. Nee, dat is ook het ding. Want het is grappig, hè? Dan staat er een beschrijving bij. Dat ik denk van, ja, niet, ik vind kajak heel tof. Ik kijk dat wel vaak. Ik ga ook heel vaak naar het Outdoor Film Festival. Dat is zo'n ding in Nederland, zo'n tour met heel veel van dit soort films. Maar ik had bij deze zoiets niet door de letterlijk alleen maar door de description. Soort van, het lijkt me niet heel boeiend. Nee, dit ziet er dan wel weer episch uit. Ja, ik kijk de laatste tijd ook, daar word ik heel rustig van, klimfilms van mensen die dus inderdaad... Word je daar rustig van? Ja, dan kan ik krijg je niet zelf plaatsvervangende hoogtevrees nee, van. Nee, want die man die gaat dan eerst... Ja, dan ga ik Alex Honnold. Die gewoon soort zonder dingen... Nee, deze doet het wel met dingen. Maar dan, gewoon... Ik weet niet. Want het is ik haal dan op een of andere manier wel de mens en de natuur. Dat heb je ook wel eens over verteld. Eigenlijk is niks anders dan de natuur. En daarmee bezig zijn. Niet met hypotheken en weet ik allemaal wat. Maar gewoon... Deze mensen hebben een hele leven alleen maar... Een busje hadden ze. Een Volkswagen busje. Kajakken. Ja. En reizen over de wereld.
lijkt me ook heel erg. Ik ben dan net eventjes te scheiterig in die om zin te doen. Van, ja. Om te doen van ik ja, ook. Wat als ik dan ziek word en heb ik geen verzekeringen? Ja, die en dan, heb je wel. Die kan je gewoon blijven betalen. Je hebt alleen een, ja, want je hebt gewoon wat inkomen. En dat is het ding. Dit is natuurlijk helemaal ingeprint door mijn ouders en door de samenleving. Ja, nee. Dat ik gewoon inkomen nodig heb om dingen te doen. En het, en is, het ook, is ook zo. Ik heb, je hebt ja. je zorgverzekering nodig. Nee, heb je niet nodig, maar hè, dat is wel heel scheef ja. voor wanneer je iets gevaarlijks doet of überhaupt er iets gebeurt. Ja. En eten, dat heb je ook nodig. Onderdak, dat ga je overal wel. Maar... Ja, maar wel op een bepaalde status. De comfort is gewoon, ze zitten gewoon in zo'n tentjes en dat soort dingen. En ik, ik ga deze week weer in een tentje liggen en zelfs daar ook werken. En ik kan ook denk ik prima mijn leven in een auto besteden. Alleen je hebt inderdaad eten en healthcare. Maar kan je dat op een gegeven moment ook, dat is ook wel van, hè? Ik bedoel, deze mensen zijn succesvol omdat ze dus de films overmaken. Kijk, het is leuk als je 20 bent, 30 bent, 40, ook nog wel 50 is kan wel. Maar op een gegeven moment word je oud. Ja, maar dan stop je natuurlijk. Nou ja, ik zie nog genoeg mensen die dan door blijven gaan. Gewoon omdat het hun leven is. Omdat het hun leven is. En ik heb daar wel heel veel respect voor. Ik kijk graag naar dat soort films. Dus ja. Binnenkort weer een nieuwe aflevering van Dokukings.